Vandaag gaan we het hebben over waarom soms video zo misleidend is. Waarom je vaak soms goed moet kijken om überhaupt een conclusie te trekken. Niet net zoals in Amerika, dat je in de situatie knipt en dat je dan niet eens weet wat er van tevoren is afgespeeld. Dan slaan ze gewoon als ze er niet mee eens zijn, een spiegel van de auto af. Ja, wat ik ook wel eens reacties heb gehad, dan rijd ik bijvoorbeeld hier waar ik nu rijd. Dan lijkt het net dat ik op de midden van de baan rijd. Maar dat is helemaal niet. Mijn camera, die zit nog verder. Ja, die zit letterlijk langs mijn helm. Dus waardoor het veel meer lijkt dat ik heel erg links rijd. Voordat de video begint wil ik even iets mededelen. Kelly, die heeft nou ook een brommenvlog gemaakt. Volgens mij staat nu dat deze video online komt, de tweede al online. Maar ben je er benieuwd naar? Check even de link in de beschrijving of in het hoekje. Dan zal ik hem even pinnen. Zal het super tof vinden als jij even abonneert. Zal zij als ik heel erg waarderen. Dan laten we nu even gaan kijken naar de video. Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. En vandaag gaan we het hebben over waarom soms video zo misleidend is. Waarom je vaak soms goed moet kijken om überhaupt een conclusie te trekken. Als eerste is toch, ja, video is leuk. Daar kunnen heel veel misverstanden van ontstaan. Kijk, wat ik meestal doe is filmpjes laten zien, net als bij Family Moments, dat ik net iets ervoor knip voordat er iets gebeurt. Waarom? Niet net zoals in Amerika, dat je in de situatie knipt en dat je dan niet eens weet wat er van tevoren is afgespeeld. Daar kun je alleen maar misverstanden van laten ontstaan. Ja, maar jij doet dit fout, jij doet dat fout, komt er dan in de reacties staan. Ja, dat klopt. Maar hè, misschien is het verhaal dan iets anders. Kijk naar de filmpjes van Amerika bijvoorbeeld. Althans, ze zullen hier ook in Nederland zijn. Maar ik weet dat in Amerika, het is echt heel groot in Amerika. Dan slaan ze gewoon als ze er niet mee eens zijn, een spiegel van de auto af. Of slaan een raam door of ze trekken diegene uit de auto. Ja, dan laten ze alleen maar dat zien. En niet wat er eigenlijk de oorsprong is. Of waarom diegene het doet. Of, ja, dat soort dingen. Waar ik wel eens tegenaan loop is mijn GoPro. Dan heb ik iets meegemaakt. Iemand die vlak voor mijn brommer schoot of iets anders, weet je wel. Mijn GoPro die heeft een wide angle lens. En die wide angle lens heeft ook weer drie standen. Het zegt het al, wide angle. Wijde enkel, nee, flauw. Een wijde hoek om te filmen. Kijk, ik zit nou een meter of drie van die persoon hier voor mij af. Dus, en bij jullie lijkt het misschien net iets verder. Ja, wat ik ook wel eens reacties heb gehad, dan rijd ik bijvoorbeeld hier waar ik nu rijd. Dan lijkt het net dat ik op de midden van de baan rijd. Maar dat is helemaal niet. Ik rijd momenteel nu aan de rechterband van die voorpersoon van mij. Mijn camera, die zit nog verder. Ja, die zit letterlijk langs mijn helm. Dus waardoor het veel meer lijkt dat ik heel erg links rijd. Maar daar rijd ik helemaal niet. Ik rij eigenlijk een beetje, ja, zijkant midden. Waarom doe ik dat ook? Dat doe ik eigenlijk over een paar redenen. Bumperklevers tegen te gaan. Als je letterlijk in het midden gaat rijden, dan kan het toch wel zijn dat de mensen zich, automobilisten voornamelijk, hè, als jij een hele lange recht stuk hebt, dan gaan ze zich eigen doodstaren. Dat is geen enkel probleem. Dan hebben ze jou niet meer door, dat jij voor hen rijdt. Als je dat wil voorkomen, dan moet je aan de, ja, beetje midden links op de weghelft gaan rijden. Van jou, hè? Niet op de, letterlijk op de links weghelft rijden, maar op jouw helft, maar dan de linkerkant ervan. Dan hebben ze een stuk, dan zien ze jou en dan gaan ze zich niet doodstaren. Want er gebeurt heel snel en voor je het weet, dan zit je er tegenop. Ik doe het ook heel vaak omdat ik met z'n tweeën rijd. En dan rijd ik altijd een beetje hoe ik normaal ook altijd rijd. Dus tegen de weghelft aan. Degene die samen met mij rijdt, Kelly dus, die rijdt schuin achter mij. Waarom ook? Zij kan weer de weg zien, dus kan eerder anticiperen als ik bijvoorbeeld ook op mijn rem moet. En zij heeft ook gewoon dat ze niet dood gaat staren aan mijn rug. Ja, wat ik altijd wel grappig vind. Vaak zijn het beginnende bestuurders die op mij reageren. Of mensen die net beginnen met rijbewijs. En die zeggen van, ja, maar je mag daar helemaal niet voor gaan. Jawel, je mag daar wel voor gaan. Het is van rechts of wat voor situatie dan ook. Kijk, natuurlijk, ik zeg niet dat ik alles foutloos doe. Hè. Ik ben geen rijinstructeur, ik ben geen examinator. Dus ik doe ook wel eens fouten. En die zal ik dan ook eerlijk toegeven. En uiteraard zou ik hem ook dan in de funny moments gooien. Als ik denk echt van, ja, maar what the fuck. Nou, ik denk dat ik alles wel een beetje besproken heb. Het enige wat ik wil zeggen tegen jullie van is, kijk goed de video na. Kijk of het klopt voordat je iets gaat berichten.
Berichten dan. Vonden jullie deze video nou tof? Geef dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Wil je meer van me zien? Abonneer op mijn kanaal. En dan is er nog maar één ding om te zeggen. En dat is tot de volgende keer. Hey, hoi hoi.